dames en heren, een bericht en een gast daarbij horend. Het is namelijk zo, er is een cursus gestart in het opleidingsinstituut De Stroming, onder leiding van Geert van Collie, en die is hier ook aanwezig. Welkom, meneer van Collie. Dank u wel. Mag ik Geert zeggen? U mag Geert zeggen. Oh, dan zeg ik Geert. Geert, jij geeft die opleidingen tot massage, want jij bent van mening dat massage een belangrijk middel is in het intermenselijk verkeer, hè? Ja, het gaat om intuïtieve massage, vorm van massage waarbij je gebruikmakend van olie door vooral strijkingen en diepere knijdingen, knijpen, zacht knijpen, mensen lichamelijk en geestelijk kunnen ontspannen. Oh, en is dat nou bijvoorbeeld heerlijk om te geven? Het is heerlijk omdat er energie door je lichaam gaat stromen. Ja. En het zelfgenezend vermogen van de mens tot een groter wordt. Oh, ja. Harmonie. Er ontstaat een bepaalde harmonie tussen lichaam en geest. Ja, en voor wie is die cursus bedoeld? Is bedoeld voor mensen uit allerlei, uit eigenlijk alle lagen van de bevolking die verschillende massagetechnieken willen leren om deze toe te kunnen passen in hun directe omgeving. Oh, en daar kan iedereen aan deelnemen? Daar kan iedereen in deelnemen, kleine of grote groepen, met z'n tweeën, met z'n zestigen. Oh, maar kijk, hier in Bergrijk is natuurlijk elkaar aanraken niet de gewoonste zaak ter wereld, hè? Nee, elkaar aanraken is nog steeds sowieso niet de gewoonste zaak van de wereld. Mensen durven niet, moeten over een bepaalde drempel, denken dit is eng, dit komt te dichtbij, dit is te persoonlijk, ik durf het niet, oei, die stinkt, oei, die ruikt, oei. Mensen vinden het de drempel te hoog, nog steeds, jammer. Ja, 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 nou ik zelf doe altijd één keer per week bij huis Angela me laten masseren. Zodat ik een beetje van die druk in mijn balzak afkom. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld, ik heb dan wel eens last van stijfheid, hè? Ja. En daar kunt u dan iets aan doen? We zijn gespecialiseerd in stijfheid. Oh ja? Al jaren. Oh. Waar zit op dit moment bij u de grootste stijfheid? Nou, wacht even, dan moet ik even dat ene blad erbij halen met die foto's. Ja, nou komt de stijfheid. De stijfheid die zit zeg maar hier. Dan gaan we u daar eens even van verlossen. Oh ja, zou je dat willen doen? Ik kom ietsjes dichterbij. Ja, rustig, hè. Oeh. Oh. Is dat... Nee, je wordt er alleen maar stijver van. Oeh. Dit? Ja. Dit is dit? Ja, ja. Oei, daar voel ik... Tijdje, zet even snel stijfheidmuziek op. Oh. Ik voel hier een... ik voel hier een hele stijfheid. Oh. Ik ga even ergens doorheen, wacht. Ja. Moment. Moet dat met de mond? Oh. Oh. Toon, wacht even! Wat is dat? Toon, er loopt hier een gek door Bergrijk. Die zegt dat hij drukmassage doet, maar die geeft aids door met zijn mond. Ik moet hem door te zien daar. Oh, dag meneer, dag, dag. Wie was dat? Nee, ik moet je waarschuwen, er loopt een gek rond al 2 dagen hier. Die zegt dat hij diepe kledingen doet en massages en mensen van stijfheid verlost. Maar die heeft de meest verschrikkelijke geslachtsziekte. Die wil aan zijn gerief komen in het openbaar. Wat wil je nou? Wat wil je nou opeens askrouw? Ik moet even naar een... ik ga even iets in de Lysol hangen. Snel. Oh. Ik ga even iets in de Lysol hangen. Sterkte, ik neem het wel even van je over. Ja, graag. Mag je niet met vreemden, hè, die je willen masseren meegaan. Nee. Goeiedag, dames en heren, in het kader van het bedrijfsnieuws. Er is in Eindhoven, dus dat is wel een eindje weg, is er toch een gat in de markt aangeboord door een innovatieve ondernemer. Die heeft namelijk daar opgericht... En die is afgelopen zaterdag geopend, een babydump. De baby waar je genoeg van hebt, die kan je daar kwijt. Dus zet de baby niet bij het grof vuil. Maar je kan je baby kwijt bij de babydump. En dat is de Bosdijk 247/52 in Eindhoven. Oh,
Godverdomme, dat brandt. Wat heb jij nou, man? Ja, Ja. Je loopt dan met een jampot tussen je benen. Ja. Met Lizol. En je leuter hangt er. Ja. Nou ja. Gewoon even is. Het ziet er zo grappig. Ja, heel grappig. Grappig. Hé, hey, we gaan naar mijn tweede aflevering van die aangekochte serie van mij. Die ik toen op de radiobeurs in Beuschem heb gekocht. Dit, in het kader van dat er meer grappige humor moet. Oh nee. Hoewel dit ook wel grappig gezicht. Wat is dit? Wat is dit? Rot dag. Jep. Dan Liesel en dan ook nog humor. Ja, er komt nu grappige humor van Jeroen van Bossel. Heel grappig humor. Horen. Jawel, je moet het horen. Dood aan de humor. De verborgen microfoon, de verborgen microfoon, de verborgen microfoon, de verborgen microfoon. Voor iedereen die wat te verbergen heeft. Ja! Goeiedag, dames en heren. Dat is hem natuurlijk weer. Dit is Jeroen van Bokstel met het geweldige spelletje De Verborgen Microfoon. En De Verborgen Microfoon hangt deze keer. 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 Nou, ik lijk wel een plaatje bij samen. De Verborgen Microfoon hangt deze keer bij niemand minder dan u kent hem allemaal. Het is misschien niet een van de gelukkigste bergeikenaren, maar het is wel een van de meest karakteristieke bergeikenaren. Het is Staf Goossens. En voor Staf Goossens hebben we een hele mooie voor in de petto. Hebben we een hele mooie. Goed, de microfoon ligt onder zijn bed. En we weten allemaal dat Staf een beetje bang is voor honden. Nou, en of hij na deze uitzending nog bang is voor honden, dat betwijfel ik. Want daar gaat hij. We openen de kamerdeur van zijn slaapkamer. De microfoon ligt onder zijn bed. En waar hebben wij hier deze 16 boefjes vandaan? Bij het kennel van Bergrijk. Ik zou zeggen, jongens, laat ze maar los. Oké, jongens, en bij de weg van de asiel haal de hond maar terug. Ja. Hey, Staf. Hey, Staf. Staf. Kijk nou eens goed, Staf. Kijk nou eens goed, Staf. Hey, kijk nou eens goed, Staf. Roem van Bokstel. Ja, ja, ja. En kijk eens even onder je bed. De verborgen microfoon. Geweldig, geweldig, geweldig. Je reageerde precies zoals wij gedacht hadden. Dit is Jeroen van Bokstel. En ik zou zeggen, Staf, slaap lekker. Dank je voor het meedoen aan de verborgen microfoon. Een dokter. Kan er iemand een dokter bellen? Ik word niet goed. Ik word niet goed. Ik ben niet goed geworden. Ik ben niet goed geworden in mijn eigen vuil. Ik ben niet goed geworden in mijn eigen vuil. Mama. Mama. Ik zie een licht. Ik moet naar het licht toe. Door de tunnel. Naar het licht. Mama. Kom snel bij je, mama. Ja, wat hebben we, jongens? Jongens, even de microfoon onder zijn bed vandaan halen, ja. Dit was een hele goeie, dit was een hele goeie straakje. Zo lang een Jeroen van Bokstel heeft. Het is zo, even onder zijn bed. Hij ligt er weer niet te slapen, zie ik. Hey, Staf. Hey. Even wakker maken. Staf. Hey. Die ligt echt als een os. Wat? Godverdomme.
Godverdomme. Die verpest mijn programma. Godverdomme. Jongens! 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 Haal even vier vuilzakken uit zijn keuken. Ja. En een zaag. Oké, ja, ik ben even bezig. Oké, daar. Ja, nee, trek je de deur achter je dicht? Oké, jongens. Het laatste gedeelte eraf knippen, hè? Ja. Oké, jongens, daar. Godverdomme. Zo. Zaag. Ja, zo. Wat doet u met die zaag? Hey, had jij me toch bijna even tussen gedaan? Dit is Jeroen van Boksel met een verborgen microfoon. En die zaag, dat is gewoon om... En die vuilniszakken, dat is om... Ik was bij mijn moeder. Ja, nou... Ik was bij mijn moeder. Oké, dit was de verborgen microfoon. Ik zie je nog wel een keer, hè, Staf. Sportief dat je meedeed. En tot de volgende keer bij Radio Bergijk bij het spelletje De Verborgen Microfoon. Zo. Ja. Die vuilniszakken neem ik wel mee en die zaag ook. Dag, dag, Staf, dag. Staf, dag. Ik was bij mijn moeder. Eindelijk weer. Dag, Staf. Dag, meneer van Boekst.